zit. Wat is er met je haar? Ik ga naar de kapper morgen, dus rustig. Het is echt fucked up. Wow! Hey, Sid. Waar is de goede kwaliteit? Ik heb mijn supergoeie camera laten vallen. Ja, ik weet zelf niet goed waar het mee scheelt. Kijk, ja, zelf maar. Hij schaalt niet meer sterp en... Hij doet gewoon rare shit en ik werk gewoon niet meer en er komt heel de tijd op dat mijn lens niet goed is aangesloten. Maar ja, dus tot de tijd dat ik een nieuwe camera kan kopen, waarschijnlijk de Canon PowerShot GX7. Fucking goede camera, fucking duur. Ik ga ervoor werken, ik ga ervoor sparen. Tot die tijd ga ik met deze webcam recorden of met mijn telefoon. Ik weet het, het is een pain in the ass, maar we zullen het ermee moeten doen. Dus jongens, vandaag gaan we Black Ops 2 spelen. Let's go en like voor meer Black Ops 2. Let's go. It's a good day, want we spelen nog eens Black Ops 2, holy motherfucking shit. Holy shit, dit spel is gewoon top. Zo lang geleden dat ik dit spel nog heb gespeeld, maar het is gewoon beter dan Advanced Warfare. En er komt een Black Ops 3 uit, dus dat maakt me gewoon ook helemaal hyped om dit spel te blijven spelen. Maar in de video van vandaag hebben wij een onderwerpje waar ik over na heb gedacht toen ik op het toilet zat. En dat onderwerp is... muziek! In de laatste jaren zijn muzieksoorten heel... In de laatste jaren zijn er heel wat muzieksoorten... Holy shit, triple kill. Holy shit, what the fuck. In de laatste jaren zijn er heel wat muzieksoorten bijgekomen. En iedereen luistert een beetje naar andere muziek. En ja, ik heb wel één opmerking over die verandering. Er is heel wat meer technische muziek bijgekomen. En dan heb ik het over drum en bass, jump up, dubstep, a trap. Allemaal van die soorten muziek. Waar de oude garde niet echt het nut van is, ziet en niet echt is, ziet dat het wel muziek is. Als mijn ouders horen naar welke muziek ik luister, dan kijken ze heel raar en snappen ze niet wat ik daar goed aan vind. Maar... ik heb eigenlijk drie genres die ik heel leuk vind en waar ik het meeste naar luister. Dat is drum and bass, trap en jump up. Drum and bass kent waarschijnlijk iedereen, Netsky natuurlijk, gewoon supergoeie muziek. Maar jump up is een genre die ook al redelijk oud is. Ja, het is te zien wat jij oud vindt, ik zeg gewoon oud. Maar er zijn heel de tijd meer en meer DJ's die nu jump up beginnen te draaien. En er wordt nogal veel gehaat op jump up luisteraars, omdat skankers, mentefretters, marginalen. Ik heb al allemaal namen gehoord van mensen die skankers zijn. Kijk, ik luister wel jump up en ik kan skanken, maar ik fret geen menten. Voor de mensen die niet weten wat dat betekent. Mentenfretters, of zoals andere mensen het ook wel eens noemen, bollepakkers, zijn dus mensen die harddrugs nemen, bijvoorbeeld speed, ecstasy, allemaal van die shit. En ik weet niet hoe het komt, maar het zijn dan ook meestal, ik zeg meestal, skankers die staan te trippen op skankfeestjes van pillen. Dan staan die daar helemaal... Er is ook een genre van muziek die ik persoonlijk echt niet goed vind. En dat is hardstyle en hardcore en zo van die boenke boenke muziek. Ik heb er al veel proberen naar te luisteren. Naar Marco de Kei, DJ Koenen en heel veel anderen. Ik vind me draai gewoon echt niet in die muziek. Ik weet het niet. Dus als ik dan moet kiezen tussen skanker of hakker, dan kies ik toch wel skanker. En dan heb je natuurlijk nog enkele genres die ik... eigenlijk ook wel heel fucking nice vindt. Zoals trap. Trap is een van mijn favorieten. Liquid is ook erg goede muziek. En natuurlijk gewoon een beetje de typical liedjes die op de radio spelen en zo. Sommige daarvan zijn echt bagger. Echte commerciële bullshit. Mijn PlayStation zit vast. Holy shit. Ja, die word ik gekickt. Wauw. Super. Wauw. Amazing! Ik ga gewoon mijn zaklamp nog een beetje opdraaien. Let's go! Disco, disco... Holy shit, connect gewoon met die fucking servers! Bitch, please! Finally! Oké, om het af te sluiten gaan we nog een spelletje gun game doen. Ik vond van mezelf dat ik altijd de coolste emblems ooit had op dit spel. Ik had gewoon top logo's. Ik bedoel gewoon...
super nice. Jets Clan, the memories, the memories. Oh god, de Jets emblems. Ik ben een van de enigen die niet heeft gehackt op Black Ops 2. Ik heb gewoon alles eerlijk vrijgespeeld op dit spel. Holy shit. Hoe lang kan het duren om in een fucking lobby te geraken? What the fuck? Let's fucking do this. Ik voel dat we hier easy gaan winnen. Ik voel gewoon dat we hier easy winnen. Easy win. Ja. Oké, kom op. Let's go, team. We making plays. Let's go. Ik dacht dat ik goed was in fucking gun game. Misschien ben ik toch niet zo goed zoals ik dacht. En suk ik eigenlijk hard. Kom op. Kill. Goh. Another kill round. Oh, daar een kill. Ja. Oei. Oké, maar dus eigenlijk boeide me eigenlijk niet welke muziek jullie luisteren. Maar laat het toch maar weten in de comments. Want ik wil wel eens weten. Ja, eigenlijk boeide het me wel. Welke muziek mijn subs nu graag luisteren. Want ja, dat is belangrijk. En ik bedoel, het is gewoon leuk om eens te weten wat jullie luisteren. Zoals ik al heb gezegd. Ik luister dus drum and bass, trap en jump up. Eigenlijk heeft het allemaal te maken met het moment van de dag. Maar ik luister gewoon het allerliefste drum and bass. En we zijn hier eigenlijk echt niet goed aan het spelen. Maar ja, ik bedoel, deelnemen is belangrijker dan winnen. Oké, we zijn niet gewonnen. We zitten niet in de top 3. Ja, fuck die shit. Ik speelde met een PS4 controller. Bedankt om te kijken naar deze video. Vond je het nu leuk en wil je denk meer Black Ops 2 speelt? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik zeg bedankt om te kijken naar deze video. Laat in de comments achter welke muziek jij luistert. Welke muziek jij het beste vindt. En ik ben Acid en ik zeg bedankt om te kijken naar deze video. Tot morgen. Adios, bitches.